Heb je zo een specialeke dat je eet tijdens of voor kampioenschappen? Als warme maaltijd kip met een beetje rijst die dan makkelijk verteert. Of peperkoek, zo'n uur voor de wedstrijd ongeveer. Eerder quinoa of pizza? Qua lekkerheid? Ja, ik eet wel veel meer quinoa op dit moment. Na een overwinning, wat eet je dan? Ja, dan mag ik wel eens frietjes eten of zo. Zo af en toe, ja. Welke zijn de drie belangrijkste ingrediënten op het bord van een kampioen? Ja, probeer niet te veel te eten. Iets dat makkelijk verteert en ook niet dicht op je training. Welkom in de foodtruck, Hanne. Voordat we beginnen, ik ga u geen gouden medaille rond uw nek doen, maar wel een schort. Oh, dank u. Voilà. Dus ik had skier gekozen, een paar zaadjes erover gedaan, haver, fruit, blauwe bessen eigenlijk en een banaan. Ik dacht, we gaan een kleine twist aangeven. We gaan zelf een granola maken. Je mag beginnen met wat amandelen, cashewnoten, 125 gram van elk, 100 gram lijnzaad, 100 gram sesamzaad, havervlokken, 125 gram en dan de laatste gepofte spelt. 100 gram moet daarvan toevoegen. 1 eetlepel kokosvet, notenpasta, ik weet niet of je dat kent. Ja, dat is zo een beetje gelijk pindakaas. Dat gaat zo echt zo die notensmaak nog extra accentueren. En dan als laatste voor de zoete smaak, zo wat honing. Je mag ongeveer 2 eetlepels erop spuiten. Roosteren op 150 graden en rekenen een half uur of zo. Hanne, na de granola, kent je dit? Ja. Met joeldadels. Een beetje munt, een handvol frambozen. Je mag daar ook die blauwe bessen aan toevoegen. Dat is perfect. Ik ga hier een beetje honing gebruiken, gewoon om die zuurte wat door te breken. Voilà. Skier van onder. Moest je geen skier willen, je kunt ook zeker gewoon yoghurt gebruiken. Dat is geen probleem. Het is gewoon omdat Hanne Klaas heeft redelijk wat eiwitten nodig. Niet te veel vetten. Een skier is daar perfect voor. Nee, Hanne, jij moet dat straks volledig opeten. Oké. In 4 minuten. Ik ben anders in 55 seconden. Oeh. Terwijl dat jij 400 horden doet. Maar hordes, jij gaat mij hordes laten doen. Je bent helemaal maf, jong. Tada! Was, hè? Geniet ervan.